Meer info op christiaansivan.be. Dankzij het blokhuttensysteem bouw je een volwaardig tuinhuis, zonder schroeven of nagels. Het tuinhuis in deze aflevering bouwen we in functie van wel heel speciale bewoners. Een toom kippen. Hier komt er straks een tuinhuis. Wel een tuinhuis die we inrichten als kippenhok. Je ziet de voorbereidende werkende betonplaat, die is al gegoten. We overlopen samen stap voor stap nog eens hoe we daarvoor te werk gaan. Hier komt dus een huis voor de kippen. Maar eerst moet er uitgegraven worden en daarvoor gebruiken we een kleine graafmachine. Overtollige aarde nemen we weg tot op de gewenste diepte van de betonplaat. Eens we voldoende aarde hebben uitgegraven, kunnen we beginnen met het plaatsen van de baddings. De dikte van dit houten kader heeft als voordeel dat deze zeer sterk is en dus bestand tegen de drukte van de beton. De baddings worden vastgezet aan lange houten piketten die diep in de grond worden geslagen tot onder de baddings. De aarde drukken we goed aan. Dat verhoogt de stevigheid van de constructie. We zorgen ervoor dat de baddings lichthellend worden geplaatst, dus niet perfect horizontaal, zodat ook de vloerplaat licht zal aflopen. Op deze manier blijft het regenwater niet staan. Even de haaksheid controleren en verder vastschroeven. De haaksheid kan je controleren door de regel van 3 toe te passen. Is je balk 3 meter aan de ene zijde en 4 meter aan de andere, dan moet de schuine zijde van je denkbeeldige driehoek 5 meter zijn. De aarde rond de baddings drukken we opnieuw stevig aan. Vooraleer we het plastic folie leggen tegen opstijgend grondwater, controleren we een laatste keer of onze rechthoek juist werd gelegd. Nu moeten de diagonalen even lang zijn. De folie leg je vast met wat aarde. We verspreiden genoeg betonklinkers om daarbovenop de wapeningsnetten te leggen. Deze netten zijn nodig voor de stevigheid van de vloerplaat en worden op maat geknipt. Tijd om beton aan te voeren. Een grote oppervlakte laat je best aanvoeren. Een handige tip: wanneer je beton giet, doe je dat best op een vochtige dag. Anders droogt de beton te snel uit, waardoor hij minder stevig is en dus sneller zou barsten. Voor een mooi en egaal resultaat proberen we met behulp van een badding de betonplaat zo effen mogelijk te rijden. Na een paar dagen is de betonplaat goed uitgehard en dus beloopbaar. Tijd dus om het overtollige plastic weg te snijden en de baddings weg te halen. Een tuinhuis volgens het blokhuttensysteem bouw je met wat hulp in 2 dagen op. We tonen je stap voor stap hoe je deze klus geklaard krijgt. Bij de plaatsing van de betonplaat werd er ook rekening mee gehouden dat de plaat lichthellend werd gegoten. Beginnen doe ik met het grondkader. Die is voorzien van een afdruiprand van 2,5 centimeter die voorbij mijn betonrand komt. Dus mijn totale betonplaat is 5 centimeter kleiner, zowel in de lengte als de breedte, dan het formaat van mijn tuinhuis. Waarom is dat nu? Zo ben ik altijd zeker dat het regenwater afloopt naar de buitenkant. Zo blijft er nooit geen water staan op mijn betonplaat en zo voorkom ik houtrot. Ik begin met het vastmaken van de verstekken op mijn grondbalken. Zo ben ik er zeker van dat bij de verdere montage die hoeken altijd mooi bij elkaar blijven. Een bijkomend voordeel van een betonplaat die wat kleiner is dat ik nu nog wat speling heb op mijn grondkader. Voor ik het grondkader vastmaak op de beton, ga ik wel even de haaksheid controleren. Dat doe je best met een grote winkelhaak. Heb je die niet, dan gebruik je gewoon de stelling van Pythagoras. Dat is a tot de tweede plus b tot de tweede is gelijk aan c tot de tweede. Veel eenvoudiger is om 3, 4, 5 te gebruiken. Dan neem je zijde a 3. Zijde B 4,
En dan moet het diagonaal 5 zijn. Of je gebruikt een veelvoud ervan. Dus in dit geval meet ik 60 centimeter, hier op 80 centimeter en dan moet mijn diagonaal 1 meter zijn. En dan weet ik dat ik precies recht in de haak werk. Precies een meter, we kunnen vastleggen. Ik boor eerst met een houtboor tot tegen mijn beton en dan met een boorhamer door de beton en bevestig dan om de meter met een slagplug. Mijn grondkader dat ligt stevig vast. Ik kan dus beginnen met de opbouw van de wanden. Die leg ik wel eerst uit, wand per wand, dus ik leg alles mooi op zijn plaats. Dat gaat zeer gemakkelijk, doordat de nummering op de houten elementen overeenkomt met de nummering van op mijn grondplan. Verder hoef ik geen dragende structuur op te bouwen, want de houten panelen die klikken tand en groef in elkaar, zoals een blokhut, en dat zorgt eigenlijk voor de stevigheid van het tuinhuis. Hier in dit geval zit ik met een verdeling binnenin voor ons kippenhok, en om gelijk te starten van hoogte als de buitenwanden, want daar zit er ons grondkader onder, plaats ik onder de muren binnenin nog een draagbalk. De panelen voor de wanden hebben een dikte van 35 mm. Ook andere diktes zijn beschikbaar. De binnenverdeling van het tuinhuis heeft als bijkomend voordeel dat het de constructie steviger maakt. Praktisch zal deze onderverdeling gebruikt worden om de kippen van elkaar gescheiden te houden. Ik begin overal met alle wanden eerst met de onderste rij. Je ziet, deze is maar een halve lat, omdat ik telkens met een half houtse verbinding zit. Maar als je de nummering gebruikt die op de balken geschreven is, kan je eigenlijk niet missen. Voor het aankloppen gebruik ik een restje hout die ook bij het tuinhuis zit. En die heeft een groef, zodanig als ik aanklop dat ik de tand van mijn bovenste balk niet beschadig. Ondertussen ben ik al bezig met de tweede rij. Ik mag ook niet te enthousiast zijn, bij de derde rij moet ik even wachten. Waarom, dat zie je straks. Ondertussen zit ik 3 lagen hoog. Het is tijd om de deurkaders te plaatsen. En waarom wacht ik daar niet mee? Hoe hoger ik kom, hoe moeilijker dat het wordt om die erin te schuiven. En nu gaat dat, zoals je ziet, zeer vlot. Met de snelle plaatsing van de deurkaders begint het kippenpaleis snel vorm te krijgen. Dat was meteen ook mijn laatste deur. Nu kan ik laag per laag verder werken tot het tijd is voor de ramen. Dus nog een kleine tip die ik wil meegeven. Voor je verder gaat met de opbouw, schroef ik wel nog de deurkaders vast. Zo ben ik zeker van dat alle delen goed aan elkaar vasthangen. En kan er niks meer uit elkaar schuiven. Je ziet, zo'n slagblok is zeker geen overbodige luxe, maar geen probleem, er zijn er voldoende. Met wat extra hulp gaat alles nog sneller. Dit is de laatste balk voor de binnenverdeling van mijn tuinhuis. Je ziet meteen, die balk heeft geen tand. Dat is meteen natuurlijk ook veel mooier afgewerkt. En daar komt er nog een halve, dan kom ik precies op dezelfde hoogte uit als die balk hier. Ik heb daarnet de laatste volle balk geplaatst. Dus nu begin ik met het plaatsen van de ramen. Dat is eigenlijk hetzelfde principe als daarnet bij de deur. Dus ik plaats mijn eerste stuk, dan de raam. Ik heb terug een klein beetje speling. En bouw zo verderop tot op de hoek. Zie je weer een balkje. En dan terug een raam. En dan het hoekstuk. Hoe weet je nu wat de onderkant is van je raam? Het is heel eenvoudig. Er zijn steeds onderaan afwatergaatjes voorzien. Mijn 4 ramen die zijn allemaal geplaatst. Ik kan dus verder doorgaan met de verdere opbouw van mijn wanden. En je hebt er misschien al op gelet, ik gebruik geen schroeven en geen lijm. Het is enkel maar stapelen en de stevigheid zet hem in de tand- en groefverbinding tussen de houten elementen onderling.
werken hier met geïmpregneerd hout, dus voorbehandeld hout. Het is in principe dus niet nodig om achteraf het tuinhuis nog te behandelen. Maar door die impregnatie zal dat hout achteraf door uit te drogen nog wat krimpen. En zal die opening hier boven de deur mooi dichtkomen. De langste stukken die zijn in twee delen. Daarom heeft ieder deel een groef gekregen en bevestig ik die twee stukken aan elkaar door middel van een stukje multiplex. De voorgemonteerde nokstukken zijn even makkelijk te monteren. Ook hiervoor bestaat een handige tip. De wanden zijn volledig klaar. Het is ondertussen tijd voor onze nokstukken. Hier komen straks dan de nokbalken in. Die stukken zijn voorgemonteerd, dus hoef ik enkel op zijn plaats te zetten. Ik heb wel hier een balkje aan de voorkant geplaatst, die met de lijmklem zorgt dat die nok zeker niet omvalt. Die nokstukken zijn voorlopig samengehouden met wat krammetjes. Ik zorg er wel voor dat die aan de binnenkant zitten. Dat is dan meteen ook wel een stuk mooier afgewerkt. Ook bij het plaatsen van de dakbalken kan je best wat hulp gebruiken. In de topgevels zijn hiervoor uitsparingen voorzien. Al de dakbalken die zijn geplaatst, maar voor ik begin met het plaatsen van het onderdak, ga ik wel nog even de nokstukken bevestigen aan de dakbalken. En daarvoor gebruik ik twee grote schroeven. De volgende fase van ons dak is het onderdak. Die bestaat uit houten latten. Die komen ook tand en groef in elkaar en die nagel ik vast op onze nokbalken. Waarom begin ik vooraan? Omdat ik zeker vooraan mooi even moet uitkomen. Dus kan ik hier beginnen. En zo ben ik zeker dat dat juist uitkomt. De combinatie van de nagels en de tanden en groef van in deze planken zorgt ervoor dat ik een stevige ondergrond krijg, vlak en stevig, om straks mijn cederlijn op te nagelen. Het is misschien altijd best om eerst een rij of een aantal rijen of een aantal latten in elkaar te schuiven. Want anders heb je het risico, als die lat ook vast is, dat je de volgende lat er niet meer in krijgt. Bij het plaatsen van de latten geef ik ieder lat nog een klein beetje ruimte. Zo kan het hout nog een beetje zetten of krimpen bij vochtig weer. Mijn onderdak wordt afgewerkt met een spondeplank. En op die spondeplank kan dan later de gootlat gemonteerd worden. Om de voorkant van ons tuinhuis af te werken, komen hier sierlijsten. Dus ik zet eerst op het midden van mijn dak een lijn mooi waterpas. En dan met de verstelbare zwijhaak meet ik dat verstek op, zodat ik dit verstek precies kan overzetten op mijn sierlijsten. En dan sluiten die twee sierlijsten hier mooi tegen elkaar aan. Bovenaan en onderaan op mijn sierlijst bevestig ik een latje. Zo hoef ik de sierlijst niet op te houden en blijft hij eigenlijk vanzelf op zijn plaats hangen. De sierlijst is wel nog niet op maat, maar dat doe ik later nadat de gootlat gemonteerd is. Om makkelijk te werk te gaan, kan je de gootlat voorschroeven. Tussen de sierlijsten vooraan en achteraan komt er een gootlat. Die bevestig ik op die spondeplank. Om de hoogte zeker juist te hebben, plaats ik een blokje hout op een onderdak en duw die gootlat
mooi tot daartegen. En vooraf heb ik al een aantal schroefjes half ingedraaid. Zo heb ik geen handtekort. En hoef ik deze enkel nog maar volledig in te draaien. Het is ondertussen tijd om de sierlijsten af te zagen. Ik laat 15 centimeter staan. Waarom? Als er hier later nog een hoot achterkomt of aankomt, dan zit hij mooi weggewerkt achter die sierlijst. Bij het plaatsen van de leien in ceder straks beginnen we onderaan. En om die mooi recht te hebben, span ik een metserstootje op 4 centimeter van mijn hootplank. Dan liggen die zeker allemaal mooi in de rechte lijn. Voor de afwerking van het dak werd hier gekozen voor cederleien. Een houten dakbedekking die niet enkel mooi oogt, maar ook duurzaam is. Voor het dak gebruik ik cederhout. Ik begin hier ongeveer een centimeter voorbij mijn sierlijst. De eerste rij plaats ik dubbel. En ik zorg ervoor dat mijn tweede rij de naad van mijn eerste rij zeker met een centimeter, centimeter en half overlapt. Ik werk telkens tot bijna tegen mijn touw, maar ik zorg dat ik er wel een klein beetje afblijf. De kleine cederleien worden één voor één vastgemaakt met kopernagels. Een tijdrovend werkje. Werk mooi tegen het touw voor een fijne afwerking. De eerste rij leg ik dubbel en in de tweede laag steek ik wel twee nageltjes. Van onze leien blijft er telkens maar 18 centimeter zichtbaar. De rest wordt afgedekt door de volgende rij. Ik moet er zeker voor zorgen dat mijn nageltjes die ik daarnet ingeslaan heb, dat die verder zitten dan die 18 centimeter en mooi gedekt worden door onze volgende rij leien. Om de volgende rij te starten, plaats ik een regel op 18 centimeter. En dan schuif ik mijn leitjes telkens mooi tot tegen die regel. Ik zorg er wel voor dat ik niet te diep vijs, anders zet ik dwars door mijn dak. Je hebt er misschien al op gelet dat die leien een dikke en een dunne kant hebben. Het is telkens de dikke kant die naar onder komt. Het principe van werken blijft hetzelfde. We werken gewoon verder tot voorbij de nok. Dan worden de cederleien afgezaagd. Daarover komt dan een DPC-folie. En om het dak helemaal af te werken, wordt er nog een dokbalk geplaatst. Wanneer één zijde van het dak afgewerkt is, teken je de laatste rij cederleien met een smetkoord af. Met behulp van een cirkelzaag kort je de leien af tot aan de nok van het dak. Doe hetzelfde aan de andere zijde van het dak. Nu rest je enkel nog het plaatsen van een DPC-folie en de nokbalken die je vastmaakt met schroeven. Beide zorgen voor een waterdichte afwerking. De sloten werden reeds voorgemonteerd en de bijgeleverde deurklinken zijn zeer eenvoudig te monteren. Met het nestkastje is ons tuinhuis volledig afgewerkt. En wil je nu deze of een andere uitzending van Dobby TV herbekijken, surf dan naar dobbyt.be. Ziezo, een volwaardig tuinhuis die we in de volgende afleveringen verder omtoveren tot een waar kippenpaleis. Meer info op christiaansivan.be.